Goed. Welkom terug bij TDE Plastic Modeling en vandaag gaan we iets behandelen en ik ga het uitleggen. Ik had net een vraag gesteld op de Facebookpagina van wat willen jullie zien? En een paar antwoorden waren verweren. Maar voordat je bij verweren uitkomt, heb je een aantal stappen die daaraan vooraf gaan. En het leek mij wel nuttig om deze stappen eens een keer te behandelen. Een van de veelgestelde vragen die we nog wel eens krijgen is van hoe bouw je het nou op? Wat moet ik nou doen? Dus we gaan dit stripje plastic gebruiken om de verschillende stappen van de opbouw van blank plastic naar primer, naar kleur, naar chipping, naar vernis, naar decals te demonstreren. En zo krijg je dus een beeld van de opbouw op je model. Nou, hopelijk vinden jullie dat leuk en laten we maar gaan beginnen. We beginnen hier met een algemene surface primer. Ik heb nu voor German Red Brown gekozen. Kan van alles zijn. Meestal gebruik ik One Shot. Dit is wel de beste, of in ieder geval de fijnste primer die ik zelf gebruik. Maar voor de demonstratie maakt het niet zo heel erg veel uit. Laten we dan het ook maar gelijk goed aanpakken. Een primer bouw je rustig op. Zoals ik gisteren zei, van dit zijn Gravity Feed airbrushes, dus de verf loopt door de zwaartekracht naar de nozzle. Dus je begint eerst met lucht en daarna met verf. Of in dit geval primer. En een primer bouw je altijd rustig op. Een beetje spikkelig, dat maakt niet uit. Dan heb je een laagje waar het op vast kan grijpen. Dit ziet er nu nog niet uit, maar dat gaat zo wel. Laat het rustig opbouwen. Zit niet vervelen met het hele gedoe. Iets meer. Primer nu, dus iets terug op de trigger. Spikkelend op laten bouwen. Niet gelijk in één keer alles proberen te dekken. Ik heb daar een natte plek, omdat ik even bezig was met de camera verplaatsen. Nu blaas ik alleen lucht, blaas je het heel snel droog. Nu weer terug op de trigger. En dan krijgen we weer primer. Beweeg ook naar voren en naar achter met je airbrush. Niet te dichtbij. Maar als je eenmaal de grote vlakken invult,
Zorg dat je er niet reten dicht op zit. Nu het eerste gedeelte. Nou, dan gaan we zo door met het volgende deel. Nou, dit heeft eventjes een paar minuutjes zo gelegen. Een mooie laag. Handige tip, als je klaar bent met spuiten. Altijd gelijk je plakbandje weghalen. Dat voorkomt dat de verf die hier op de rand zit, dat die opdroogt en samenvoegt met deze rand. En als je het dan eraf zou trekken, dan trek je dus de laag van de verf die je wilt behouden weer mee. Wat ik nou doe, ik doe nou het plakbandje wat ik weer ga gebruiken, doe ik even op mijn hand. Dat haalt een deel van de plakkerigheid weg. En dat zorgt ervoor, als het een beetje goed is, dat ondanks dat dit nog een beetje nat is, dat ik ermee wegkom, dat het niet zometeen de primerlaag ermee aftrekt. Maar daar komen we zo achter. Goed, de volgende laag. Daar kun je over argumenteren, dus we zullen hem in tweeën delen. Om het nu simpel te houden, doen we in twee delen. Doen we eentje met alleen de lak. En eentje met straks chipping fluid eronder. Je kunt natuurlijk chipping gebruiken om een onderliggende kleur naar boven te halen. Dat kan je primerlaag zijn. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat je een bepaalde kleur groen tegenover elkaar. Hier hebben we een donkergroen kleurmodulatie en een iets andere tint groen. Dat kunnen we doen. Ik zal voor de mooierheid deze wel gebruiken. Doen die weg. Zo. Noemen we eerst de lichtgroene. Of misschien gebruik ik nog wel een hele opvallende kleur er tegenover. Dat het nog duidelijker is. We kijken zo wel eventjes. Zo. Eerst even kijken of de flow mooi is. Ik sta wel ietsjes hard met de luchtdruk. Zoek hem iets terug. Dit klinkt iets vriendelijker. Hier hebben we dus laag nummer 2 inmiddels. We begonnen met blank, primer, laklaag. Rustig je kleur laten opbouwen. Niet gelijk in één keer dekkend proberen. Het is hobby, je hebt alle tijd van de wereld. En haastige spoed is zelden goed. Nou, klaar.
Daar hebben we laag nummer 2. En zoals net gezegd, gelijk het plakbandje weghalen. Met een beetje geluk word ik niet voor de gek gehouden. Kijk. Je ziet de spuitnevel, dat maakt niet zo heel erg veel uit. Maar de verf blijft erop zitten. Zo zie je maar. Klein trucje en dan komt het allemaal goed. Geef dit heel even tijd om te drogen. En dan gaan we zo weer verder. Tot zo. Goed, voordat we verder gaan, even recappend wat we hebben gedaan tot op heden. We zijn dus begonnen met blank plastic. Primer, die we in laagjes hebben opgebouwd. En nu hebben we de eerste laklaag erop zitten. In de tussentijd hebben we ook eventjes het onderwerp plakband behandeld. Op je huid eventjes. En dan is een hoop van de kleverigheid is er vanaf. En altijd direct na het spuiten weer verwijderen. Nou beginnen we dus met de volgende laag. En laten we even zeggen dat we gaan chippen. Dus gebruiken we een chipping fluid. En nou laat ik mijn airbrush in de keuken liggen. Aurora, wil je even papa's airbrush pakken? Ja. Dankjewel. Ja, ja, ja. Goed voorbereid. Goede voorbereiding is het halve werk. Dankjewel, schatje. Goed, even recappend. Waar zijn we mee bezig? We zijn bezig met de basisopbouw van de laklagen. En dat doen we in een paar stappen. We begonnen dus met blank plastic. Primerlaag die we rustig hebben opgebouwd. Eerste laklaag. En nu gaan we chipping doen. En daar gebruiken we gewoon deze voor. Chipping, daar heb je nooit een heleboel van nodig. Wees nooit ongerust, want het sputtert meestal wel uit je airbrush. Het is namelijk wat dikker dan gewone verf. Moet je altijd een fijn laagje van aanbrengen. Dus door gaan we. Bijna weer laten vallen. Zet jullie even stabiel neer. Zo, sorry daarvoor. Zo. Beetje chipping fluid erin. Gravity feed. Dus je doet eerst je airbrush. De punt vol laten lopen. Eerst lucht. En daarna terug op de trigger. Totdat je wat krijgt. Nou. Chipping fluid. En een heel fijn laagje. Sputters geweest, maakt helemaal niet uit, is helemaal goed. Doe nog eentje. Dit is meer dan dat je soms doet hoor, maar dit is puur voor het voorbeeld. Laten we even drogen en dan gaan we door. Goed, we gaan verder met de volgende laag. En ik maak geen stapje erin omdat de chipping toch niet zichtbaar is als het op is gedroogd. Deze twee puntjes zijn net omdat mijn camera omviel. Dus die vergeten we. Dat noemen we maar gratis chipping. Ik heb de volgende kleur, een lekker afwijkende kleur, zodat we zometeen het effect van de chipping fluid goed kunnen zien. Nou, wederom, gravity feed, verf in het cupje, eerst lucht, daarna verf. En we laten hem weer rustig opbouwen. Die maar snel bedekken. Het is jammer dat dat gebeurde, maar negeren we eventjes. Allemaal voor jullie.
Zo. Goed, dat was de volgende laag. Laten we heel even drogen en daarna gaan we chippen. Goed, nou gaan we over naar chippen. We zijn dus van blank plastic naar primer, naar laklaag, naar chipping fluid met een laklaag eroverheen. En in principe als je daar niks aan doet, dan zal er ook nooit niks gebeuren met de lak. De chipping fluid die we gebruiken wordt geheractiveerd door water. Dus om dan toch een beetje aan te duiden, plak ik het plakbandje hier weer als scheidslijn. En dan doen we vanaf dit punt doen we chippen. Zoals je ziet, er is geen verschil tussen die twee. En er gebeurt ook voor de rest niks mee totdat je gaat chippen. En hoe heractiveer je dat? Heractiveren doe je met water. Nou heb ik hier een simpele action borstel. Die afgeknipt is om het wat ruwer te maken. En daarmee kan ik dus chippen. Je begint heel voorzichtig. Meestal doe je wat bij de randjes kijken. En door het water wordt het geheractiveerd. Stel dat je bijvoorbeeld een lijn hebt tussen twee panelen of de samenkomst ervan, kun je mooi overheen. Afhankelijk van hoeveel je eronder hebt zitten, bepaalt ook weer hoe makkelijk of niet het eraf gaat. En zo heb je eerste verwering. Maar als je het zo laat, is het onbeschermd. Dus nu gaan we over naar de volgende stap. En dat is wat hierna. En dan komen we in de primaire opbouw bij de laatste etappe. We hebben dus blank plastic, primer, eerste laklaag, laklaag met chipping fluid eronder, laklaag die behandeld is. En nu moeten we het beschermen. Want als we dat niet doen, dat zou betekenen dat altijd als er vocht bij komt, de chippinglaag geheractiveerd kan worden. Je hebt een effect bereikt dat je wil behouden, dan moet je het nu in gaan sealen. En dat geeft je ook een basis om verder te gaan. Verder met verweringen, verder met olieverf, maar ook heel belangrijk om je decals op te plakken. Of dekkels, net hoe je het wil. En ik gebruik deze daarvoor. Nou ga ik straks het proces van het drogen wel iets proberen te bespoedigen, maar normaal dan laat je in ieder geval 12 tot 24 uur het minimaal drogen. Maar goed, voor jullie proberen we het eventjes op te spoedigen. Klein beetje. En dit is zo heel belangrijk. Deze moet je ook gewoon in laagjes opbouwen. Dan heb je een verschrikkelijk goede varnish aan.
Gravity feed. Spul loopt in de nozzle. Eerst lucht. Ik heb hem trouwens wat harder gezet. Rustig met de luchtdruk. Ja, dit bevalt me wel. En dan hele lichte perses erover. Je ziet daar, heb ik al te veel gedaan eigenlijk. Nou, even laten drogen. Dan gaan we zo weer verder. En dat brengt ons aan het einde. Recappend, we begonnen dus met gewoon plastic, zoals je in je kit aantreft. Primerlaag, langzaam opbouwend. Je eerste kleurlaag. De tweede kleurlaag met daaronder chipping. Gebeurt nog niks. Daarna hebben we de chipping geactiveerd met water. En als laatste, maar dat zal het lastigst zichtbaar zijn, hebben we het ingezield met een blanke lak. In dit geval mat. En hier hebben we dus de basis van de opbouw. Plastic, primer, lak, chipping met lak, heractivering met water en het inzielen met een clearcoat of een mat varnish. En vanaf dat punt kun je er decals op gaan doen. Daarna weer inzielen. En vanaf dat punt kun je verder gaan met olies en andere producten. Je kunt het zo gek niet bedenken. Maar hier ligt dus de basis van de opbouw. Blank plastic uit de doos. Primer. Lak. Tweede laklaag met onderchipping. Hergeactiveerd met water. Gedeactiveerd en ingezield met een mat varnish en daarvanuit dekkelen, weer inzielen en verder. En dat is dus de basisopbouw van je verflaag met de airbrush. Nou, hopelijk hebben jullie er wat aan gehad. Volgende keer gaan we weer wat behandelen. Wat er wordt zien we vanzelf wel. En tot de volgende keer. En voordat ik hem afsluit, een klein addendum nog. Het idee is niet helemaal origineel, en dat moet ik er wel voorbij zeggen. Marco Lievesen, die ik natuurlijk goed ken van ML Skill Modeling Tips and Tricks. Die heeft dit al een keer gedaan op een model, of wou er een keer gaan doen, de verschillende fases aantonen. Dus het is niet helemaal een origineel idee, maar ik heb het nu even zo gedaan. En dat was het, dat wilde ik er nog even bij vertellen.